Goedenavond, dames en heren. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn op een doordeweekse avond, zo'n volle bak, heel erg goed. Mijn naam is Rick Zeveke, ik ben programmamaker hier bij de Bali. Onder andere verantwoordelijk voor de onderwijsprogrammering. En u bevindt zich in aflevering 9 van de reeks Mijn Idee voor Onderwijs. Waarvan de opzet heel simpel is. Wij vragen één iemand die lang, diep en breed heeft nagedacht over het onderwijs om de gedachten die hij of zij daarover heeft toe te lichten, vaak over een deelonderwerp. Voordat ik de gastspreker introduceer, wil ik graag altijd een klein beetje een indruk krijgen van wie we in de zaal hebben zitten. Zijn er mensen die leraar zijn in de zaal? Behoorlijk wat, dat is altijd heel fijn. Schoolleiders, bestuurders. Ook een aan, die komen niet heel vaak. Dus dat is fijn dat die er vanavond zijn. Zal iets met het onderwerp te maken hebben, vermoedelijk. Ik zag ook een wat vertegenwoordigers van sectorraden hiervoor. PO-raad, hè, geloof ik. Zijn er ook nog leden van de VO-raad of de MBO-raad? MBO-raad, heel fijn. Hebben we wetenschappers in de zaal? Onderzoekers? Docenten in opleiding? Die zijn er niet. Dat is jammer. Journalisten. Politici. Nee, ook geen één. Louter geïnteresseerde ouders. Nee, met name professionele zaal. Nog een vraag. Voor de leraren onder u. Zijn er mensen die morgen naar de meet-up met de nieuwe minister gaan, Arie Slob. Heel goed, heeft u daar zin in? Een paar zijn enthousiast, één totaal niet, maar die gaat er wel heen. Ik ben ook benieuwd naar wie het blog, of eigenlijk het opinierende blog van Edith Hoge heeft gelezen in het NRC. Ook een aantal. Meneer, ik kom even naar u toe. Mag ik u vragen, u heeft het blog gelezen, zag ik net. Is er naar aanleiding van dat blog ook een specifieke vraag waarmee u hier vanavond bent? Ja, ik heb zeker een vraag wel. Ik weet niet of Edith Hoog mij kan vertellen hoe groot de omvang eigenlijk is. Of ze daar onderzoek heeft gedaan van al die dat arsenaal van adviesbureaus en adviesdiensten die er zijn. Want dat zou ik wel graag willen weten. Daar bent u benieuwd naar. Oké. Nou, dat komt goed uit. Dat onderzoek is gedaan. Dus daar krijgen we vast wat antwoord op. Zoals gezegd, de opzet van de avond is heel simpel. Edith zal zo meteen 3 kwartier tot 50 minuten komen te spreken. Daarna stel ik haar een aantal vragen hier op de zaal. Maar er zit zoveel ervaring en expertise in de zaal. Ik hoop vooral dat u, naar aanleiding van het verhaal van Edith, een aantal vragen hebt. Dus mochten die opkomen, verzamel ze, bewaar ze om aan het einde uw hand op te steken. Dan kom ik naar u toe met de microfoon. Dus als u even wacht, zodat de mensen thuis, die ik nog niet heb begroet, welkom allen, fijn dat u kijkt, u ook kunnen horen. Wees kort en bondig, concrete vraag, even wie u bent, concrete vraag, zodat Edith daar vervolgens op kan antwoorden. Rest mij u heel veel plezier te wensen en mag ik alsjeblieft een hartelijk applaus voor hoogleraar Edith Hoge. Nou, goedenavond allemaal. Een heel leuke vraag om je eigen idee voor onderwijs te komen vertellen. En dat er dan ook nog een heleboel mensen komen inderdaad op een dinsdagavond in de regen. Ik wil vanavond aan jullie een aantal dingen vertellen, een aantal dingen met jullie delen. Eerst maar eens bij het begin beginnen. Wat heb ik dan met onderwijs en met beleid en bestuur? Dan wil ik 7, lijkt me een mooi heilig getal, 7 belangrijke inzichten over onderwijs en onderwijsbestuur met jullie delen die ik de afgelopen, ik realiseerde me, 25 jaar heb opgedaan. En dan
wil ik, en dat geeft misschien al een beetje antwoord op de vraag, ingaan op hoe werkt het nu? Hoe werkt beleid en bestuur van onderwijs nu in Nederland? Om te eindigen met mijn idee voor het onderwijs. Nou, maar eerst maar eens bij het begin beginnen. Wat heb ik met onderwijs? Nou, misschien is het goed om te laten zien, wat aan jullie te laten weten. Ik heb altijd ontzettend van school gehouden. Mijn eerste herinnering was toen ik een jaar of 5 was. En toen ging ik met een vriendin van mijn ouders. Mocht ik mee. Zij was juf op de lagere school. Zo heette dat toen nog gewoon. Van de eerste klas, groep 3. En het was zomervakantie. En het was een week voordat school open ging. En ze moest al gaan opruimen. En ik weet niet waarom. Maar ik ging met haar mee. Nou, en ik vond het geweldig. Ik had kennelijk al beelden over school. Maar ik herinner me dat lokaal en dan van die stapeltjes schriften. En ik mocht met zo'n molentje mocht ik potloden slijpen. Die moesten allemaal geslepen worden. Dus ik heb denk ik daar 2 uur lang zitten slijpen. En ik vond het allemaal, ik vond het magisch. En tot mijn grote geluk gaf ze me een helemaal leeg boomroosvisvuur schrijfblok. Wat je dan zo in kon vullen. En de rest van de zomervakantie heb ik dat hele blok doorgewerkt. Waardoor ik eigenlijk de eerste klas wat dat betreft al achter de kiezen had. En daar werd ik ook heel gelukkig van. Dus de liefde is ook niet afgenomen. Mijn hele schoolloopbaan niet. Misschien wel tot en met vandaag. En ik hou van alles. Nogmaals de geur, de ruimtes. De aanblik van onderwijs. Van het observeren. Nou ja, zoals u nu ook. Dit is geen onderwijs. Maar iemand staat voor de groep. En dan ga je dan naar kijken. En daar ga je over nadenken. En de dynamiek met je klasgenoten. Ik weet ook nog wel op de lagere school dat ik door school liep. En dan door het raam van de 5e, nu groep 7, keek. En daar zag ik, of misschien heb ik het allemaal verbeeld, dat ze een soort hele moeilijke sommen stonden op het bord. Ik denk breuken of zoiets. En ik dacht dan, wauw, dat doen zij al. En ik verheugde me op dat ik dat dan ook zou gaan doen en masteren. Dus ik voelde me erg thuis. De school is echt mijn wereld en ik voelde me daar op mijn plek. Goed, jubel de jubel. Maar wat heb ik moeten leren, echt moeten leren, dat helemaal niet voor iedereen geldt. Zeker niet. Er zijn ontzettend veel mensen die school saai vinden en vonden. Nutteloos, onzinnig of gewoon naar. Er zijn heel veel mensen die als ze op school zitten, de hele tijd vragen waarom? Waarom moet ik dit leren? Waarom moet ik dit doen? Die zich afvragen waarom ze stil moeten zitten en de juf moeten observeren. Een heleboel mensen voelen zich helemaal niet thuis op school. Hebben niet het gevoel dat ze erbij horen. Erger, voelen zich niet erkend en stapelen negatieve ervaring op school. Een heleboel mensen willen er zo snel mogelijk af. En dat zegt ook iets over het probleemdossier en leven lang leren, willen er ook nooit meer terugkeren. Nou, dat is voor iemand als mij dus heel belangrijk in al mijn enthousiasme over school om je te realiseren. Ja, dat is eigenlijk mijn eigen ervaring met het onderwijs tot vandaag. Maar wat is nou mijn ervaring met onderwijsbeleid en bestuur? Dat weet ik ook nog heel goed. Ik ging studeren, nou ja, zoals iedereen op zijn 18. Ik wist echt helemaal niet wat ik moest doen. Ik wilde eigenlijk stewardess worden, maar daar was ik te jong voor. Ik werd niet aangenomen bij Air France. Dus ging ik maar pedagogiek studeren. Dus dat was een beetje mijn studiekeus. Maar dat vond ik ook helemaal niet leuk. Dus toen kwam ik bij onderwijskunde. En toen kwam ik op een gegeven moment, moest je inschrijven voor leeronderzoek. En dat ging over beleid en sturing van onderwijs. En dat was een AJO. En iedereen vond het belachelijk saai. Niemand had zin om wat te kiezen. En ik vond het geweldig. Zij vertelde dat ze onderzoek aan het doen was. Een AJO is trouwens een onderzoeker in opleiding op de universiteit. Die gaat promoveren. Dat ze onderzoek deed naar beleidsnetwerken. En hoe beleid wordt gemaakt. Wie zich daarmee bezighouden. En wat er bijvoorbeeld op nationaal niveau bij het ministerie wordt bedacht. En dat we dan gingen onderzoeken hoe dat op de scholen en hbo-instellingen terecht kwam. En vanaf dat moment was ik gefascineerd door de wondere wereld van beleid. En vooral door de verbinding die er ook heel vaak niet is met het echte, de onderwijspraktijk. En dat wat in die hele wereld van beleid en bestuur wordt bedacht en verzonnen en geïmplementeerd, zoals dat dan heet. Nou, sindsdien ben ik daar eigenlijk non-stop mee bezig. Dus met onderwijsbeleid en bestuur. En dat doe ik in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de praktijk. En wat ik ook heel interessant vind, is dat je ook internationaal heel mooi onderwijssystemen en beleid kunt vergelijken. Hoe het in andere landen gaat en of wij anders zijn of verschillend. En ik heb de afgelopen jaren ook heel erg, ik zal het dan eens even ondertussen een plaatje laten zien van spannende boeken die wij gingen bestuderen tijdens mijn studie. Vond ik ook heel leuk. Ik heb de afgelopen jaren ook wel geleerd om, het zijn bekende
namen. Hè? Om breder te kijken dan alleen onderwijs. Dus ook bijvoorbeeld beleid en sturing in zorg, woningcorporatie, andere publieke sectoren. Is heel interessant om dat te vergelijken. Goed, dus ja, daar hou ik allebei heel veel van. En die afgelopen jaren heb ik dus heel veel inzichten opgedaan. En die 7 zal ik nu met jullie doornemen. Want ik zat zo thuis te denken, wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste dingen als je over onderwijsbeleid in het algemeen nadenkt, tenminste wat betreft mij. Nou, het eerste is dat het heel erg moeilijk is om niet te leren voor mensen. Kan wel, misschien, om niet te leren en je niet te ontwikkelen. Dus onderwijs zit echt in ons DNA, dat is mensen eigen. En je kunt er bijvoorbeeld vanuit Darwin naar kijken, dat om je aan te passen en om te overleven moet je heel wendbaar zijn. Om aan te passen moet je leren. Dus daarom zit dat ook in mensen. Je kunt er ook bijvoorbeeld naar kijken vanuit hoe Von Humboldt daarnaar keek, die over Bildung schreef. En die zegt leren is een teken van beschaving. En die heeft ook heel, heel duidelijk laten zien dat, net zoals je kunt zeggen laar pour laar, zou je ook kunnen zeggen l'éducation pour l'éducation. Dus onderwijs is een inherente goede waarde op zich. Dus het zit heel erg ingebakken. Het is iets wat mensen doen. Dat is dus eigenlijk fascinerend. Nogmaals, probeer maar eens om niet te leren. Tweede wat opvallend is dat van onderwijs volgen of leren of scholing krijg je zelden spijt. Je kunt er eigenlijk nooit te veel van hebben. En het is ook nooit genoeg. En als je in de wetenschappelijke literatuur kijkt, er wordt heel veel onderzoek gedaan naar onderwijs. Overigens interessant, heel vaak in andere disciplines, door sociologen, door economen, door psychologen. Dan zie je vooral onderzoeken waaruit steeds blijkt de factor onderwijs, iets gevolgd hebben, iets gedaan hebben, een bepaald onderwijsniveau hebben, leidt altijd tot goede dingen. Het had positieve effecten voor van alles en nog wat. Inkomen, gezondheid, criminaliteit, burgerschap, meedoen in de samenleving, vrijheid, etc. Hier achter mij dus een paar voorbeeldtitels en dat is slechts een greepje. Onderwijs lijkt eigenlijk een soort no regret optie te zijn. Je hoeft er geen spijt van te hebben. Dat is heel interessant, vind ik. En afgelopen jaren, decennia, dringt dit besef ook meer en meer door in samenlevingen. Onderwijs wordt heel vaak genoemd als de sleutel voor succes, voorspoed, welzijn, vrijheid, wijsheid, etc. Goede dingen die we in de samenleving en voor mensen willen. Ik weet niet of het u wel eens opvalt, maar ik zie het tegenwoordig steeds vaker die grote foto van Nelson Mandela, waarin hij dan zegt, onderwijs is een machtig wapen om de wereld mee te veranderen. Dat is iets wat we ons steeds beter beseffen, maar we beseffen ons ook steeds beter dat er steeds meer op het spel staat als het gaat om onderwijs. De samenlevingen de afgelopen 10 jaar zijn weer steeds meer gesegregeerd geraakt. En sociale kloven tussen hoogopgeleid en laagopgeleid worden weer scherper. Denk maar aan de Amerikaanse onderwijssocioloog Putnam die het boek Our Kids schrijft en steeds laat zien hoe die kloof weer groot wordt. En in Nederland onze eigen onderwijsinspectie de afgelopen 2 jaar heel precies laat zien hoe dat in Nederland ook gaande is. Betekent dat hoe snel en ook welk diploma je kunt bemachtigen, reputatie van diploma, steeds belangrijker wordt. Al zo'n beetje vanaf de basisschool, ook in Nederland. En Van der Zwaan, die een heel interessant boek heeft geschreven onder de titel Haalt de Universiteit 2040, meer over het hoger onderwijs. Die spreekt ook in oorlogstermen, net als Mandela, en die spreekt over de war on education. Dus er is steeds meer at stake, er staat steeds meer op het spel. Nou, dat brengt mij bij mijn derde inzicht dat ik met jullie wil delen. En dat is dat je onderwijs is dus niet alleen een sleutel tot iets goeds. Maar, en zo heeft Dronkers, Jaap Dronkers, onderwijssocioloog, die helaas al een tijdje overleden is, dat altijd heel mooi aangeduid is, onderwijs is een werkt als een tweesnijdend zwaard. Dus onderwijs gaat zowel maatschappelijke ongelijkheid tegen als dat het maatschappelijke ongelijkheid bevordert. En onderwijs kan ook op die manier door beleid en sturing worden ingezet, al dan niet bewust. Dus je kunt bewust daarvoor zorgen. Het kan ook een ongewenst of een onverwacht effect zijn van bepaald beleid en sturing.
Nou, voor onderwijs geldt natuurlijk heel erg, hoe lager het opleidingsniveau van ouders, hoe minder sociale hulpbronnen er zijn voor kinderen. Hoe minder makkelijk het is om een voorspoedige onderwijscarrière te hebben. En andersom, wat ik in het onderwijs ook, wat je heel vaak terugziet, is wat we het Matthäus-effect noemen. En dat is zo, als je vanuit sturing en beleid naar onderwijs kijkt en je zegt, nou, om dus dat tweesnijdende zwaard om aan de ene kant te gaan zitten en maatschappelijke ongelijkheid wat op te heffen, kun je extra bekostiging, extra maatregelen en plannen organiseren om ouders en kinderen in die situaties meer toegang te geven tot onderwijs en extra te ondersteunen. Maar het Matthäus-effect is dat juist de hoger opgeleide ouders, die veel kennis en expertise hebben, mondig en bureaucratisch zijn, dan weer zo goed in staat zijn om die mechanismen, arrangementen en geld naar zich toe te harken. Nogmaals, harken klinkt alsof iedereen dat handenwrijvend doet. Hè? Maar dat is een effect, zeg maar, wat je op individueel niveau niet ziet, maar in grote lijnen wel. Voorbeelden zijn daarvan bijvoorbeeld passend onderwijs. De hulp die er is voor kinderen met speciale leerbehoeften. Blijkt dat hoogopgeleide ouders veel vaker erin slagen om een medische indicatie te krijgen en daarmee extra arrangementen voor hun kind. Uit onderzoek blijkt ook dat als er subsidies komen en ondersteuning om nieuwe scholen op te richten en onderwijsvernieuwing te starten, dat juist de hoger opgeleide groepen in de samenleving erin slagen om die hobbels daarvan dat te nemen en die subsidies ook te krijgen. En als het gaat om een leven lang leren, ik noemde het net al even, is ook algemeen bekend dat uit de scholingsfondsen van de bonden, dat vooral de midden- en hoogopgeleiden erin slagen om daar hun onderwijs weer mee te organiseren. Dus dat is het Matthäus-effect, een heel belangrijk mechanisme, wat eigenlijk bijna frustrerend ook is voor bestuurders en beleidsmakers om dat te keren. Iets wat je heel vaak terugziet. Een vierde inzicht gaat over onderwijsinnovatie en onderwijsvernieuwing. Ik krijg het woord innovatie al bijna niet meer uit mijn mond. Ik weet niet hoe dat met u is. Maar ik zeg ook heel vaak, kunnen we het ook gewoon over verbetering hebben? Dat is ook al best goed, gewoon verbeteren. Maar vernieuwen is ook niet verkeerd. De wens om het onderwijs te vernieuwen neemt ook heel erg toe de afgelopen jaren. En het is omdat iedereen voelt en ervaart dat als je naar ons onderwijs kijkt en het meemaakt, dat het er toch wel nog uitziet zoals 100 jaar geleden. En de argumenten zijn wel bekend. Hè? Het lijkt wel een soort leerfabriek. Het is nog steeds ingesteld als hebben we net de industriële revolutie achter de kiezen. Het lukt niet zo goed om moderne ICT-toepassingen te gebruiken in het onderwijs. En het lijkt ook niet zo goed te lukken om met onderwijs te anticiperen op de arbeidsmarkt en de samenleving die er toch heel anders uit gaat zien. De bekende slogan, hoe kunnen we opleiden voor beroepen die we nu nog niet kennen? Ja, dat is ook heel ingewikkeld. Wat aardig is om daarbij te bedenken als het over onderwijsvernieuwing gaat, is dat het toch in zichzelf, dat onderwijs is natuurlijk een institutie, een eeuwenoude institutie. Het is niet zo moeilijk om plaatjes op te duikelen, ook op internet, van de oude Grieken die met elkaar in een soort klaslokaal aan elkaar les zitten te geven. En dat is ook iets waard, zeg maar. Die gewoontes en tradities, dat DNA, dat leren wat in mensen zit, dat is zo oud en zo ingesleten. Dat verander je niet zomaar. En het is daarom ook heel goed, en dat is dus ook een inzicht om te weten, dat onderwijsvernieuwing zal altijd stap voor stap gaan. En is echt een kwestie van lange adem en Ausdauer, om het op z'n Duits te zeggen. En ook een kwestie van stap voor stap in het reguliere, geïnstitutionaliseerde onderwijssysteem te krijgen. Zeg maar een soort turnaround vernieuwing blijkt heel ingewikkeld om allerlei redenen. Wat ik dan zie, en ik volg onderwijsvernieuwing altijd wel op de voet. Ik zie hele kansrijke en zinnige initiatieven en hele goede ideeën. Maar ik zie ook heel veel, noem ik dan, kwakzalverij, luchtfietserij en eendagsvliegerij. En dat is interessant, want dat kost ook energie. En dat doet, zeg maar, het imago van de onderwijsvernieuwing niet goed. Ik volg het op de voet en ik wilde met jullie eigenlijk wel mijn selectie van de beste onderwijsvernieuwing even delen. Ik wil drie dingen noemen. Het eerste is, en ik zal zo gaan zeggen wat daar ook dan bijzonder aan is. Het eerste is de weekendschool. Die bestaat inmiddels al bijna 20 jaar, meen ik. En die is opgericht door een psychologe, Helene ter Wijn. Met de bedoeling om kinderen tussen 10 en 14 jaar in een achterstandssituatie
in het weekend naar school te laten gaan. En dat is vooral een school van de samenleving, om het maar zo te zeggen. Daar zien kinderen, daar leren kinderen een heleboel dingen. En zien ze, daar leren ze de wereld kennen en worden ze ook begeleid om verder te leren. Een tweede hele belangrijke vernieuwing is Jink. En die is opgericht door hier in de zaal Daniel Roos. Met als idee om ook jonge kinderen, ook in een situatie die van huis uit niet veel beelden krijgen met wat betekent het om een bepaald beroep uit te oefenen, wat moet je daarvoor leren, hoe gaat het eraan toe in het werkleven, gewoon daar aan blootgesteld worden en ook begeleid worden in proberen wat voor beroep kun je uitoefenen, wat wil je later doen. Dat is wat Jink allemaal doet. En Jink bestaat ook al een hele tijd. En net als de weekendschool weet ik dat ook stap voor stap langzaam dat meer verbonden raakt met het reguliere onderwijs. Een internationaal voorbeeld van onderwijsvernieuwing die ik heel interessant vind is de Palo Alto High School in Californië van Esther Wojcicki. Ik kan het niet zo goed uitspreken, misschien iemand hier wel in de zaal. Ik denk dat het oorspronkelijk een Poolse naam is. Zij is een journalist, dus ook weer geen onderwijskundige. En zij heeft ook al 30 jaar geleden die school opgericht. En heel simpel gezegd is die gestoeld op twee dingen. Nee, op drie dingen. Op vanuit nieuwsgierigheid leren, moderne ICT-toepassingen goed gebruiken en of maar niet met als resultaat dat je maar allemaal individueel achter een scherm zit, maar samen leren, samenwerken en teamwerken is daar een grote conditie voor onderwijs. En ik vind het doel van dit boek gaat daarover, van haar, het doel van die onderwijsvernieuwing heel interessant. Vind ik eigenlijk het ultieme doel van onderwijs, namelijk kinderen en jonge mensen autodidact maken. Dus op het moment dat je zelf kunt leren, nou, dan ben je eigenlijk, dan kun je je hele leven voort. Het vijfde inzicht. Het vijfde inzicht gaat over sturen. Ja, en dan verschijnt er meteen een vuilnisbak achter mij. En dat is omdat ik aan jullie iets wil uitleggen. Ik heb daar al wel vaker over geschreven. Als je denkt aan sturen en beleid maken, dan hebben we daar heel veel modellen voor en inzichten over. Die denken dat het een heel rationeel, logisch proces is. Doelen, middelen, kijken of het gehaald is, evalueren en weer terug. Op het moment dat in de beleids- en organisatiekunde empirisch onderzoek werd gedaan naar hoe besturen en beleidsvormen en besluitvormen eigenlijk gaat, bleek dat heel anders in elkaar te zitten. Want wat blijkt, organisaties, scholen of systemen van organisaties, een onderwijssysteem, zijn vaak hele complexe, gelaagde systemen waarin allerlei groepen mensen, organisaties of individuen in allemaal relaties en interacties met elkaar bezig zijn. En die met elkaar maken bijvoorbeeld het onderwijs, of je kunt ook breder kijken, zorg of wat dan ook. Die groepen mensen, de interacties en de sociale relaties en de betekenisgeving, et cetera, die zijn niet zomaar recht toe recht aan te besturen en te beheersen. Helemaal niet. Dus als je naar besturen kijkt, dan wil je eigenlijk veel liever, hooguit als definitie gebruiken, gerichte beïnvloeding. En dan mag je al blij zijn. Die vuilnisbak komt dus van Lindblom, een beroemde beleidskundige uit de jaren 60, vorige eeuw, wisten we dit dus al, die heel precies heeft gekeken hoe loopt beleid en besluitvorming. Die zei, nou ja, moet hij concluderen dat het op zijn best lijkt op chaotisch bij elkaar gegooide rommel in een vuilnisvat. Zo kan je besluitvormingsprocessen beschrijven. Dat maakt ons nederig. Een volgende onderwerp, een hot onderwerp in Nederland, zijn regels. Dat is het zesde inzicht. Regels zijn nodig, maar overmaat schaadt. Nou, regels, dat is wel iets typisch voor onderwijs. Ondanks 35 jaar dereguleringsbeleid zijn er heel veel regels in het onderwijs. En dat verandert ook niet zomaar. Maar het is wel interessant om eens te kijken hoe dat precies in elkaar steekt. Want ten eerste, de Rijksoverheid maakt op zich niet zo heel veel regels. Waarom niet? We hebben artikel 23 grondwet, u allen wel bekend denk ik met de vrijheid van onderwijs. En dat maakt het eenvoudigweg niet mogelijk om heel erg veel dicht te regelen. Dat mag niet van de grondwet en van de wet. Maar er is ook een bestuurlijk middenveld, daarover straks meer. En van dat bestuurlijke middenveld, organisaties tussen overheid en scholen in, komen heel veel regels. Die regels, dat is eigenlijk wel een beetje bijzonder, die kun je soms gewoon herkennen als regel. Want dan is het een algemene maatregel van bestuur, een beleidsregel of een
code. Maar veel vaker zijn deze regels vermomd. Ze komen in disguise. Het zijn regels, maar niemand weet dat het regels zijn. Maar ze werken wel als regels. En dat noemen we soft governance. Zachte regels. En waarom zeg ik die werken als regels? Omdat die werken in die zin dat ze het handelen en het doen en laten en de ruimte en om keuzes te maken beïnvloeden, / beperken of reguleren. Wat helpt om dat wat beter te begrijpen, en ik vind dit eigenlijk altijd nummer 1 les voor onderwijsbestuurders en beleidsmakers, eigenlijk voor iedereen in het onderwijs, is dat je als je over regels hebt, nadenkt en beseft dat dat van hard naar zacht kan gaan, zoals ik het noem. Dus ik noemde al grondwet en regelgeving, ja, dat is duidelijk. Dus als je een bepaald onderwerp neemt, bijvoorbeeld curriculum op het voortgezet onderwijs, kun je in de wet op het voortgezet onderwijs kijken wat daarvoor regels voor zijn. Dan zul je niet zo heel veel vinden. Maar als je op dat punt, en dit is dan van hard naar zacht, als je afzakt, dan zie je dat er in dat bestuurlijk middenveld heel veel beleidsafspraken, reglementen, prestatieafspraken, indicatoren, noem maar op, worden gemaakt, die ook werken als regels. Nog zachter zijn bijvoorbeeld handreikingen, best practices, visitaties, audits. Daar gaat een disciplinerende regulerende werking van uit. En zelfs de meest zachte manier van regelen, informatie, voorlichting, maar bijvoorbeeld ook prijzen. En dan denk je misschien, ja, hoezo prijzen? Dat zijn toch geen regels? Maar met prijzen kun je heel goed sturen. Waarom is in het onderwijs op dit moment het zijn van een excellente school, een excellentie, zo'n onderwerp? Omdat we nu al een jaar of 3 die excellente scholenprijzen hebben. Daar gaat iets van uit. Dat reguleert, dat normeert. Nou, dat is een voorbeeld van hele zachte regels. Wat we ook weten, niet heel hard, maar we weten, er zijn heel veel indicaties uit onderzoek, dat soft governance, dus deze onderste, veel effectiever zijn om gedrag te reguleren, lees om te sturen, dus daadwerkelijk iets bereiken, dan die grondwet en regelgeving. En dat is interessant. Daar kom ik dus straks ook nog even op terug. Daar zal ik iets van laten zien. Nou, dus wat zei ik net, die regelgeving komt niet alleen van de overheid. Die komt voor een heel groot deel uit het bestuurlijk middenveld. Maar leraren, schoolleiders, stafleden en bestuurders in die onderwijspraktijk, die kunnen er ook wel wat van. Die kunnen er heel veel van. Regelreflex, om dingen te gaan regelen, af te spreken, standaard te maken en kaders en jongens, laten we dit zo doen. Dat zit gewoon in mensen. Daar is behoefte aan. En schoolbestuurders hebben mij wel eens verteld, nou, ik zou wat minder regels in mijn organisatie willen. Ik wil wat meer ruimte laten aan leraren en docenten. Dus op dit en dat onderwerp heb ik tegen de docentengroep gezegd, ga het zelf organiseren. Tot grote schrik van de bestuurder kwamen ze na een half jaar vergaderen en werkgroepen terug met zo'n standaard regelboek over toetsen en kaders en nakijken. Die hadden ze zelf met elkaar voor elkaar gemaakt. Wanneer gaan mensen heel veel regelen en normeren? Nou, dat doen ze vooral als er onzekerheid is over hoe in dit geval onderwijs moet worden vormgegeven. En als je niet zeker weet of het goed gaat en of het goed genoeg gebeurt en of iedereen het wel goed doet. Als er oneenigheid is over hoe het moet, als je het niet met elkaar eens bent. Hoe doen wij het hier in de groep, in de klas en met de leerlingen? En als er gewoon in algemene zin een zwakke beroepsuitvoering is, om het maar zo te zeggen. Aan de andere kant, als er heel veel regels zijn, ook regels in die zachte zin, zoals nog steeds achter mij staat, dan weten we ook dat dat juist het professionele handelen, het eigen initiatief, neiging om te gaan vernieuwen, de zelfverzekerdheid in de beroepsuitoefening, dat helemaal plat slaat, doodslaat. En dat geeft dus een ingewikkelde paradox, een soort cirkel naar beneden. En dit is misschien wel een aardig voorbeeld van hoe dat dan kan werken. Dus die paradox is heel erg ingewikkeld. Naarmate er meer onzekerheid is en zwakkere beroepsuitvoering, is er neiging om meer regels te maken, ook door de beroepsuitoefenaar zelf, de leraren. En op het moment dat je veel regels hebt, wordt het er niet beter op. Wat ik dus super interessant vind, is dat er heel recent, hebben jullie vast allemaal gezien, een brochure is uitgebracht door de Inspectie van het Onderwijs en het ministerie. Dat is nog nooit vertoond in Nederland, waarin wordt uitgelegd wat er allemaal niet geregeld is en niet is vastgelegd. En het is echt een ongelofelijke eye-opener. Ik weet niet, hebben jullie hem allemaal doorgespit? Ja?
Ja. Nou, dat heb ik ook gedaan. En voor het primair onderwijs. Dus we wachten nu op de andere delen voor alle andere sectoren. Maar ik heb dat eens even doorgelezen met het idee... Oké, als dat niet geregeld is, dan betekent het dat je dat in de onderwijsorganisatie op school... zelf als leraar in een team met je schoolleider en met je bestuurder als ondersteuner moet doen. Dat je daar zelf keuzes over moet maken. Dus je moet zelf weten hoeveel uur per week aan een vak wordt besteed. En aan welke vakken. Je hoeft geen groepsplannen te maken. Maar dan moet je wel met elkaar weten wat je per week, per dag met kinderen gaat doen. Je hoeft geen kwaliteitszorgsysteem, niet een bepaald kwaliteitszorgsysteem te gebruiken. Maar je moet wel zorgen dat er zicht is op het onderwijs, de ontwikkelingen daarin. En wat er met wat kinderen leren. En je hoort het al, als daar dus allemaal geen regels over zijn, dan zijn dat, nou in mijn oren, best heel moeilijke vragen. Dus dat vraagt, dat doet een enorm beroep op professionaliteit, kennis en expertise van die mensen in die onderwijsorganisatie, van leraren. En het doet ook een enorm beroep op overleg en besluitvorming van onderwijsorganisaties. En als dat goed is en sterk is, oftewel, wij noemen dat dan als er een hoge capaciteit is op scholen, dan lukt het je ook om zonder die regels zelf die praktijk goed te krijgen. Maar aan die voorwaarden moet wel zijn voldaan. En dat brengt mij bij mijn zevende inzicht. En dat is dat we hebben het in het onderwijs heel vaak over autonomie, professionele ruimte. En daarvan zou ik willen zeggen, die wordt genomen en die wordt niet verkregen. Autonomie, of professionele ruimte... Daar ga je niet op zitten wachten tot iemand je dat gunt. Dat klinkt ook wel heel passief, toch? Ruimte en autonomie creëer je door te handelen, door zelf beslissingen te nemen, door een bepaalde praktijk neer te zetten. En die autonomie moet je dus ook kunnen dragen. Want op het moment dat je dat doet, moet je ook de bereidheid hebben, maar ook in staat zijn om jezelf daarover te verantwoorden. En dat is wel een beetje het zwakke punt of het angstaanjagende. Er is een grote roep om professionele ruimte, om veel autonomie in het veld. Dat herkent u vast. Maar ik zou bijna tegen een aantal middelen zeggen, oh wee, als je het echt krijgt. Dat is fix. Want dan, wat ik net ook zei over die regels, dan heb je het zelf neer te zetten, zelf voor die kwaliteit te zorgen. En dan kun je je nergens meer achter verschuilen. Dan moet je zelf uitleggen waarom dingen wel of niet en goed gaan. Autonomie en ruimte is dus een heel bewegelijk, is dus eigenlijk een proces. Het is niet iets statisch. En over ruimte en autonomie kun je ook niet praten. Je kunt eigenlijk alleen over die grenzen praten. En achter mij kun je dus duidelijk zien dat als je daarover nadenkt, aan de ene kant er van buitenaf druk, lees, regels en sturing is, die autonomie kleiner kan maken. Maar dat er van binnenuit, en dat is dat handelen, dus ook heel veel druk kan zijn en gedrag kan zijn, een handeling, om die autonomie groter te maken. Nou, en dat is het punt wat ik net al zei. Dat lukt alleen als je de capaciteit daarvoor hebt als professional, als leraar of in groter verband als schoolorganisatie of als bestuur of zelfs als systeem. Autonomie wordt vaker gebruikt als een smoes om in vrijblijvendheid te kunnen werken dan dat er echt een wens is tot professionele ruimte. Dat is ook het ingewikkelde van autonomie. Nou, dit waren mijn zeven heilige inzichten over onderwijs en onderwijsbestuur. En ik gebruik die inzichten zelf altijd heel erg om te kijken naar wat er allemaal gebeurt. Ik wil nu met jullie gaan kijken naar hoe onderwijsbestuur en beleid werkt. Nu, vandaag de dag in Nederland. Misschien even een heel klein stukje historie. In Nederland is het nooit zo geweest dat de overheid of het ministerie het onderwijs stuurt. Door dus die artikel 23 grondwet, door hoe ons onderwijssysteem in elkaar zit. Tot de jaren 90 van de vorige eeuw zou je onze onderwijssturing en beleid kunnen beschrijven als corporatistisch. Dus hoewel de samenleving al lang flink ontzeild was, is het onderwijssysteem, net als de zorg en een aantal andere maatschappelijke sectoren, nog heel verzuild gebleven. In ieder geval geïnstitutionaliseerd verzuild. En vertoonde centralistische trekken via de zuilen. Voor wie Leiphardt heeft gelezen, denk aan dat idee hoe Leiphardt dat heeft beschreven. En beleidsvorming en sturing van onderwijs verliep dus via die centralistische, verzuilde
koepels, netwerken in overleg met de overheid. Vanaf de jaren 90 verandert een heleboel, gaat de overheid op een hele andere manier sturen. Wat de overheid zelf een tijd graag omschreef als op afstand. En kwam er ook een meer soort bedrijfsmatig nadenken over beleid en besturing. Dat heeft heel erg veel veranderd. En toen veranderde ook die overlegstructuur, die beleidsvoering. Er in plaats van die koepels, die corporatistische koepels, kwamen er vertegenwoordigers van besturen, schoolleiders, personeel, ouders en leerlingen op centraal niveau. Werd in een groot overleg, letterlijk aan een grote tafel, werd van alles besloten en ontworpen en bedacht als het ging over sturing. Vanaf de jaren daarna. Tegelijkertijd was er ook ontzuiling in het onderwijs. En zie je, en dat is heel belangrijk, dat besturenorganisaties niet meer langs katholiek, protestant of openbare lijn gingen. Maar dat de sectorraden kwamen. De PO-raad, VO-raad, MBO, VH, VSNU. En tegelijkertijd daarmee kwamen er ook heel veel professionele organisaties noem. In dat bestuurlijk middenveld, procesmanagement, platform, adviesraden, noem maar op, die zich gingen bemoeien, die zich gingen bezighouden met beleid en sturing. Vandaag de dag zie je dat sturing vooral heel erg gebeurt doordat er akkoorden worden gesloten door de overheid met die sectororganisaties. Akkoorden over, we gaan hier naar streven, we gaan meer dat doen, we zorgen dat dat op orde komt. En dat een akkoord is dus een heel andere manier van sturen. Resultaat hiervan is, anno nu, dat dat bestuurlijke middenveld, nogmaals tussen centrale overheid en schoolbesturen en daarmee scholen, schoolleiders, leraren in, daartussenin, dat daar enorm veel aangegroeid is. En dat heb ik in mijn onderwijsblog genoemd als mosselen aan een boot. En daar had ik al beeld van. En dat kan je allemaal wel zien als je tussen je oogharen doorkijkt. Maar ja, als een onderzoeker denk ik dan toch ook altijd, ja, maar laat dat dan eens zien. Weten we daar wat van? Die vraag werd eigenlijk ook net gesteld. Nou, gelukkig konden de afgelopen 2,5 jaar, kon ik met mijn collega's Sietske Waslander van TIAS en Henno Thijsens van de Haagse Hogeschool, hebben wij heel minutieus empirisch onderzoek kunnen doen naar sturing zoals het nu gaat. En dat hebben we ook internationaal vergeleken met Finland, Vlaanderen en Ontario, want die lijken een beetje op Nederland in het onderwijssysteem. En daar ook gekeken hoe sturing gaat en of dat in Nederland dan heel specifiek is. Ja, dat is heel specifiek. In Nederland blijkt de overheid vooral indirect te sturen. Dus niet zelf direct sturen, maar indirect via netwerken van een heleboel organisaties. Tussen, dus ertussenin, die mosselen aan die boten achter mij. En in die netwerken wordt per beleidsthema, lerende organisatie, taal en rekenen, noem maar wat voor thema er ook gaande is, een heleboel thema's in het onderwijs, wordt per thema wordt overlegd, afgestemd, het beleid ingekleurd, regels gemaakt, kaders en instrumenten voor de uitvoering, voor de onderwijspraktijk. En wat ons ook opviel, is dat per sector en dan ook nog eens per beleidsonderwerp er eigenlijk verschillende netwerken functioneren van verschillende samengestelde organisaties. Dus we hebben die overheidssturing op onderwijs hebben wij lenige netwerksturing genoemd. En ik ga jullie zo wat laten zien. Dat klinkt toch best wel goed, hè? Lenige netwerksturing. Daar kan je wel mee aankomen internationaal. Behalve als je daarna concludeert dat op het moment dat het aankomt bij de schoolbestuur en bij de onderwijspraktijk, dat het daar een soort vastmoert in wat we hebben genoemd routinematigheid. Wat geen scheldwoord is, routinematigheid. Maar ik heb eerder uitgelegd dat onderwijs heel oud is, heel lang is, een heel bepaald systeem heeft en gebaat is bij routines. En die enorme bestuurlijke druk, al die beleidsnetwerken, al die sturing, die komt in een soort smalle koker. En dat moet allemaal die onderwijspraktijk ingedouwd worden, geduwd worden. En daardoor ontstaat sturingsoverload. Nou, wat ik wil is jullie de plaatjes laten zien. We hebben dus plaatjes getekend van hoe het eruit ziet. En dit is dus op grond van empirisch onderzoek, zeg ik er maar even bij. Dus al die lijnen, daar hebben we grond voor. En dat hebben we helemaal uitgezocht. Het eerste is de sturing die er is op het beleidsthema burgerschapsvorming in het voortgezet onderwijs. Ja, met zo'n groot scherm komt het echt recht in je gezicht. Hè? Dat is natuurlijk ook wel een beetje effect. Even.
Wat zien we hier? Ik zal een beetje toelichting geven, want dit is natuurlijk een hele kaart. We zien hier de onderwijspraktijk. Leraren en ouders, docenten en staf in scholen als eenheid met hun besturen en hun raden van toezicht. Dus dit is de onderwijspraktijk. En hier zien we het ministerie van Onderwijs en de overheid, of het andere ministeries. En hier de Stichting Leerplanontwikkeling, de VO-raad, Stichting School en Veiligheid, Leraar 24. Dat zijn nou al die organisaties die dus in dat bestuurlijke middenveld actief zijn. Nou, op burgerschapsvorming hebben we gekeken welke organisaties zijn actief en wat doen zij. Nou, deze pijlen betekent ofwel er wordt voorlichting gegeven, ofwel er worden instrumenten, handreikingen, noem maar opgemaakt. Lees softe regels. En rode pijlen betekent harde sturing of hard toezicht, dat is de inspectie. Je ziet, als je zo kijkt, dat er heel veel op de scholen wordt afgevuurd aan instrumenten, aan sturing, aan voorlichting, aan afstemming, aan noem maar op. En ook heel veel, niet alleen op bestuurniveau, maar direct naar docenten en soms ook direct naar leerlingen en ouders. Wat hier ook goed is om even te weten, deze oranje band betekent dat zo'n organisatie speciaal gefinancierd wordt door het ministerie om actief te zijn op het thema. En een blauw randje betekent dat het een samengestelde organisatie is, zo noemen wij dat. Dat wil zeggen, een organisatie zit al in dat netwerk, bijvoorbeeld de SLO, de Stichting Leerplanontwikkeling, maar is ook oprichter van wat heet de Alliantie Burgerschap. En dat zie je ook veel in de netwerken. De organisaties zitten er zelf in en daarnaast richten ze weer andere organisaties op om ook iets te doen op dat thema. Neem bijvoorbeeld Leraar 24. Dat is een platform digitaal waar leraren kunnen kijken en voorbeelden kunnen vinden en materiaal en noem maar op, et cetera, et cetera. Over burgerschapsvorming onder andere. Dat is opgericht door Kennisnet, de onderwijscoöperatie, die komt straks nog een keer terug, en het Welten Instituut. Nou, dit is het plaatje van burgerschapsvorming. En wat ik er nog over wilde zeggen is dat er een verschil is tussen organisaties die wij gevestigde organisaties noemen, die er altijd zijn. In dit geval de VO-raad. Of bijvoorbeeld school en veiligheid. En dat er organisaties actief zijn die speciaal voor burgerschap zijn opgericht. Zoals Alliantie Burgerschap en school en veiligheid als het gaat om sociale kanten van burgerschap. Wij hebben ook geconcludeerd in ons onderzoek dat je de vraag kunt stellen of deze organisaties er zouden zijn. Lees hun eigen bestaansrecht zouden hebben, / hun broek zouden kunnen ophouden. Als er niet die legitimering en die financiering indirect vanuit OCW zou komen. Hoeveel organisaties zouden dan nog blijven bestaan? Nou, dit is burgerschapsvorming. Ik laat jullie in het voortgezet onderwijs. Een andere is, dat is ook heel belangrijk beleid van de afgelopen jaren, de minimum eisen die we stellen aan taal en rekenen. We vonden met z'n allen heel belangrijk onderwerp dat taal en rekenen versterkt en verbeterd zou worden. En in het mbo is dat ook echt een aandachtspunt gebleken. En daar is fix op gestuurd. Er is een enorme sturingsdynamiek. Misschien hier nog wat toelichten. Zo'n zwarte pijl met twee kantjes betekent dat er een akkoord is gesloten door het Rijk, ministerie en zo'n organisatie. Bijvoorbeeld mbo in bedrijf, die helpt ROC's, mbo-scholen, met taal en rekenen op poten te zetten en de kwaliteit te verbeteren en een heleboel dingen. Er is ook een akkoord gesloten met de mbo-raad en er is een akkoord gesloten. Nee, sorry, er is geen akkoord meer gesloten. Er is speciaal steunpunt opgericht voor taal en rekenen. Nou, hier zien we leraar 24 weer. Nou, dus er zit een heel verhaal achter. We hebben dat trouwens in ons rapport, voor wie dat echt interessant vindt, kun je dat opzoeken en bekijken. Of als je specifiek geïnteresseerd bent in een sector of een thema, of in een eigen organisatie. Ik laat het laatste plaatje zien. We hebben er veel meer, maar het laatste plaatje wil ik laten zien. Dat gaat over lerende organisatie. Lerende organisatie is nogal een groot beleidsthema. En dat gaat over professionalisering van leraren, professionele ruimte van leraren,
werken in teams, als school een professionele organisatie zijn van goede docenten. En daar is ook heel erg veel sturing en beleid op. Dat vinden we een heel belangrijk onderwerp. Nou, hier weer ook alle plaatjes. Hier zijn heel veel convenanten. De ministerie heeft met de VO-raad afspraken gemaakt over HRM-beleid en hoe met leraren wordt omgegaan vanuit besturen. Met de Stichting van het Onderwijs. Dat is een club van allemaal vakbonden en van de werkgevers- en werknemersorganisatie, kan je zien. En ook een convenant met de onderwijscoöperatie. En aan de hand daarvan kan ik iets zeggen over wat deze hele studie. Nou, er valt nog helemaal meer over te zeggen. Maar wat wil ik hier vanavond uithalen? Wat viel ons nou zo op toen we dit allemaal hadden in beeld gebracht, in kaart gebracht? Eén ding valt heel erg op. De afwezigheid van leraren, schoolleiders en bestuurders en leerlingen en ouders in dit, zou je kunnen zeggen, poldersysteem van sturen en beleid maken. Dus de afwezigheid. Leraren zijn indirect vertegenwoordigd. Besturen zijn trouwens nog het meest direct vertegenwoordigd in hun sectororganisatie. Dat is heel opvallend. En waarom is dat erg, zou je kunnen zeggen? Waarom is dat niet goed? Nou, dat is omdat er ook iets is wat we heel goed weten. Beleid en sturing is pas goed, heeft pas zin, zal zijn weg vinden in onderwijspraktijk en goed kunnen worden uitgevoerd als de inzichten, de kennis, de expertise van die mensen in de praktijk er ook in verwerkt is, als daar notie van genomen is. Dat zorgt ervoor dat die mensen in de onderwijspraktijk, die nu alles op zich afgevuurd krijgen, zoals ik het dus noem, ook denken, hey ja, dat was ook mijn idee. Hey ja, dit beleid, deze plannen, deze sturing, dit kader herken ik. Want dit is waar ik mee bezig ben en dat geeft mij inderdaad houvast om die en die kant op te sturen. Als die actoren, als zij dus allemaal ontbreken, dan ontbreekt dat ook in het beleid. En dat zagen wij in ons onderzoek ook heel duidelijk terug. Wij vroegen op dit niveau bij scholen, goh, kennen jullie? En dan vroegen we naar al die pijlen. Nou, er is een heleboel nooit van gehoord. Zijn jullie bekend met bijvoorbeeld de kaders van steunpunten taal en rekenen? Niet mee bezig. Dus er lijkt ook een soort bijna, ik zeg het even overdreven, Chinese wall te staan tussen wat hier allemaal gebeurt en wat hier gebeurt. En waarom is dat? Omdat het ook zoveel is, omdat het elkaar zo opvolgt. Omdat dat op een gegeven moment krijg je een soort beleidsresistentie, noemen we. En gaat men hier gewoon zo goed mogelijk aan de gang met de onderwijspraktijk. Nou, het ontbreekt dus aan die inzichten en die kennis en ervaring en invloed van de onderwijspraktijk in die sturing en dat beleid. En dat is dus mijn stelling wel heel erg nodig. Nou, hoe typisch is het, en dat was de afgelopen maanden aan de orde, dat de onderwijscoöperatie, bedoeld als een organisatie die de positie en de professionaliteit van leraren versterkt. De onderwijscoöperatie is ook een coöperatie van, voor en door leraren, waarin leraren zelf hun beroep dus versterken en beter maken en dus ook meedoen in dat dossier van die lerende organisatie. Als je goed kijkt, valt ten eerste op dat het de bonden zijn die eigenaar zijn van die coöperatie en niet leraren zelf. Leraren spelen wel een adviserende rol en ze mogen ambassadeur zijn. Dus ze zijn ook niet echt deelgenoot van die onderwijscoöperatie, althans niet in formele zin. Afgelopen maand werd er een leraar voorgedragen om de onafhankelijk voorzitter te worden van het bestuur van de coöperatie. En dat is afgewezen door de andere bestuursleden, de bonden. Wat heel opmerkelijk is en daar is heel veel woede en ongeloof over onder leraren. Vanuit het idee, het was toch van, voor en door leraren. Je zou ook kunnen zeggen een enorme gemiste kans. Nou, op dit moment voel je dat er onder leraren zelf een enorme discussie woedt en ook wel actie komt. Ook bijvoorbeeld vanuit PO in actie. Om te zeggen, wij willen zelf die sturing en dat beleid en die richting in eigen hand kunnen nemen. Dat is nu heel erg aan de orde. En dat vind ik ook wel heel erg interessant en terecht en relevant. Want als dat meer gebeurt, dan krijg je simpel gezegd ook beter beleid en betere sturing. En gaan deze plaatjes er misschien ook een beetje anders uitzien.
Nou, ik kom aan het einde van mijn betoog. Dit roept misschien nog wel een heleboel vragen op, maar dat kan misschien straks nog wel. Ik wilde eigenlijk mijn betoog eindigen dus met mijn idee voor onderwijs, want daar ben ik tenslotte voor gevraagd. Vanuit mijn kennis en mijn ervaring de afgelopen jaren wil ik eigenlijk aandacht vragen voor schoolbesturen. Voor onderwijsbestuurders, mensen die dus in die besturen zitten en die grote configuraties van scholen besturen. Schoolbestuurders worden vaak verguisd. We krijgen vaak de schuld van dingen. De afgelopen jaren is het nu al wat beter, maar 5 jaar terug was het al helemaal niet bon ton om te zeggen dat je bestuurder was in het onderwijs. En het is ook heel makkelijk om naar schoolbesturen te wijzen in de zin van die zitten ons in de weg vanuit leraren dan bijvoorbeeld. We kunnen geen kant op, ze zijn te veel aan het sturen, et cetera. Dus ik wilde, mijn idee voor onderwijs was dus om jullie te laten zien wat voor rol belangrijke rol schoolbesturen spelen in hoeverre zij ertoe doen. En als je naar het onderwijs, dus dit, als ik dat even verbeeld als een enorm ingewikkeld kruispunt, kun je het niet noemen. Ik ben blij dat ik hier geen rijles heb gehad ooit. Dan zou je kunnen zeggen dat schoolbestuurders knooppunt vormen hier. Dit zijn trouwens twee Amerikaanse schoolbestuurders. Ik durf nooit Nederlandse plaatjes, want zometeen zit iemand hier in de zaal. Dat is een beetje. Dus dat zie je wel een beetje aan die man, hè? Vind ik, dat het Amerikaan is. Een superintendent is dit. Ik wil met jullie delen dat schoolbesturen echt een knooppunt kunnen zijn. Dus dat zij er heel erg toe doen om een aantal dingen te verbinden. En dat kunnen onderwijsbestuurders ook heel goed als ze het goed doen. Ze kunnen buiten en binnen verbinden en binnen en buiten. Op het moment dat er een heel duidelijke koers, een heel duidelijk goed idee is voor waar de onderwijsorganisatie voor staat, waar het onderwijs voor is, wat er gebeurt en ook wat er niet gebeurt, is het veel makkelijker om die hele drukke bestuurlijke omgeving te bekijken en een strategie te hebben als schoolbestuur en te zeggen, hier haken wij op in, hier gaan wij in mee en hier niet. En ook, zo beschrijven we dat ook wel in het onderzoek, schoolbestuurders kunnen ook vaak die ingewikkelde omgeving niet zozeer achter de muziek aangaan en met alles meegaan, maar aanwenden, benutten om de eigen strategie, de eigen ambities voor onderwijs te versterken. Wat is daarvoor nodig? Daarvoor moeten onderwijsbestuurders heel goed kennis en inzicht hebben in wet en regelgeving. Dus heel goed begrijpen waar de ruimte zit, wat wel moet en wat niet moet. Dus dat die brochure, die helpt al een beetje. Maar van onderwijsbestuurders mag je verwachten dat zij daar heel goed in zijn. En ze moeten ook een beetje lol hebben in die bestuurlijke dynamiek in deze plaatjes. En denken, hey, wat kan ik daarvan gebruiken? Nogmaals, hoe kan ik daar mijn onderwijsorganisatie sterker voor maken? Binnenshuis sturen is een kwestie van steeds maar het gesprek voeren en zorgen dat iedereen met elkaar het gesprek voert. Dus steeds weer die verbinding maken over wat is goed onderwijs, wat is hier de bedoeling, waar werken wij voor, maar ook wat doen we niet, waar liggen onze prioriteiten en waar minder. Schoolbestuurders zijn ook, als het goed is, in staat om het werk van leraren en onderwijsinhoudelijke vakmensen te zien in de context van de samenleving, beleid en maatschappij. De schoolbestuurders zijn in staat om te zeggen, dit leeft er in de samenleving, dit is waar wat gaande is, dit is wat aan de hand is. Wat betekent dat nou voor ons op het schoolplein, in de klas en in de school? Maar andersom moeten schoolleiders ook in staat zijn om dat werk, die onderwijspraktijk, terug te vertalen naar die beleidsmakers en die sturing. Dus steeds weer te haal vertellen, luister, als je iets wil doen aan taal en rekenen en je wil dat kinderen beter met taal en rekenen het basisonderwijs verlaten, dan heeft het zin om hier en hier en hier in deze praktijken aandacht te besteden. Dan zou dit werken, beleidsmakers, regelgevers, en dit niet. Dus ook het terugvertalen. Je zou ook kunnen zeggen, en dan ga ik het hebben over leraren, dat schoolbestuurders, onderwijsbestuurders een zorgplicht hebben. Het is niet zozeer dat je tegen onderwijsbestuurders kunt zeggen, je moet leraren de ruimte geven en ze moeten het allemaal zelf doen. Dan gaat het ook op vrijblijvendheid lijken. Maar schoolbesturen moeten in staat zijn om te faciliteren en om uit te dagen. Om dat zo te doen in een organisatie dat leraren en hun schoolleiders, leraren, ouders die met elkaar het onderwijs maken elke dag,
de ruimte kunnen nemen en weten te nemen voor de uitvoering. En zelf beslissingen kunnen nemen en invloed kunnen uitoefenen. En daar kunnen onderwijsbestuurders een rol in spelen. Ze kunnen ook leraren in zijn praktijk behoeden voor die blindheid die er soms optreedt, dat er allemaal regels zouden zijn, waar dus die brochures voor worden gemaakt. Daar kun je een rol in spelen als bestuurder. Zorgen dat die professionalisering op gang komt. Wat is daarvoor voor nodig? Wat heb je zelf nodig? En dan niet, als ik het even scherp zeg, zoals dat bij de onderwijscoöperatie gebeurt. We gaan het voor jullie doen. Maar zorgen dat men het zelf doet. Dat betekent dus niet dat die onderwijsbestuurders daar niets te doen hebben. Ze hebben dus een uitdagende en faciliterende rol. Zodanig dat die leraren een veel sterkere beroepsgroep kunnen worden. En zodanig dat die leraren ook zelf grip en sturing kunnen geven aan de onderwijspraktijk. Nou, en last but not least, ouders en leerlingen zelf. Want ja, ik denk zelf dat mijn verhaal, mijn leven onderwijs niet kan, alleen maar zo kan eindigen, zeg maar. Ouders en leerlingen moeten in diezelfde lijn veel meer in positie kunnen komen. En dan dat betekent dat je moet kunnen nadenken, bestuurders, maar ook leraren, dat je anders over ouders denkt dan als consument. Zo hebben we ze de afgelopen 20, 30 jaar wel vaak neergezet. Dus het is blijft heel belangrijk om ouders ook te zien, niet alleen van we betrekken ze bij het onderwijs en kan er Lego worden gewassen en hoe doen we de 10 minuten gesprekken beter, ook belangrijk. Maar het zijn leden van die schoolgemeenschap, van die leefgemeenschap die je met elkaar bent. En dat betekent dat ouders ook echt een rol kunnen spelen in die zin van invloed, meedenken. Maar ook, en daarom heb ik de voorbeelden van die onderwijsvernieuwing van bijvoorbeeld de weekendschool en Jink gegeven. Er zit enorm veel, laat maar zeggen, sociaal kapitaal bij ouders en kennis. Waarom kunnen ouders niet veel meer de school in als role models? Als dat ze uitleggen hoe het in het echte leven gaat. Ouders doen 1 miljoen interessante dingen en hebben echt wat te bieden. Ik zou voor het primair onderwijs willen zeggen, vaders kunnen die, behalve dat ze in de medezeggensapparaat zitten en meestal niet Lego wassen, ook op die manier de school in, zeker omdat er gewoon heel veel volwassen vrouwen in de school, basisschool zijn en steeds minder mannen. Dus vaders kunnen daar een hele mooie rol spelen. Zodat iedereen meedoet in die mini-samenleving van de school. En dat vraagt dus iets van leraren. Dat vraagt namelijk om een zekere volwassenheid, om ouders te bejegenen vanuit een zekere volwassenheid. En je niet gek laten maken door die rare posters die 10 jaar geleden werden verspreid, waarop stond de ouder als lastpak, de ouder als hulpbehoevende. En die worden dan in de lerarenkamer opgehangen. Maar het gaat erom om je zo professioneel en volwassen te zijn, dat je ook een beetje lol hebt in de omgang met ouders. En ook weet te profiteren van wat zij te bieden hebben. Nou, ik denk als onderwijsbestuurders en leraren met elkaar in die onderwijsorganisatie die kant op bewegen, dat het dan misschien wat beter lukt om het besturen en het beleid in eigen hand te houden en zo goed mogelijk laten zijn voor de onderwijspraktijk. Hartelijk dank, Edith, voor je bijdrage nu alvast. Ga lekker zitten. Ja. Schenk nog wat water in. Ik heb een paar vragen voor je voorbereid voordat ik naar de zaal ga. Om het publiek de gelegenheid te geven om wat vragen te stellen. Ik kom zo meteen op misschien zeg maar wat leraren of schoolleiders, bestuurders zelf kunnen doen, maar je vertelt dat de autonomie en professionele ruimte, of voor de professionele ruimte en autonomie van leraren op scholen, dat het ook een voorwaarde is dat scholen voldoende organisatiecapaciteit hebben. Hebben in jouw ogen politiek en misschien de organen die bestuurders en leraren zelf ook vertegenwoordigen in specifiek dit opzicht gefaald in de afgelopen 10, 20 jaar? In het faciliteren in die organisatiecapaciteit? Ja, er is misschien, dan is in ieder geval een falen van twee kanten. Maar ik denk dat het te makkelijk, als we het over autonomie hebben en zelfverantwoordelijk zijn, dan
gaat het vaak alleen over dat eerste woord, ruimte geven. En het tweede woord, toerusten en zorgen en je er ook van vergewissen dat die scholen en die mensen daar toen in staat zijn. Dat is inderdaad heel erg over het hoofd gezien, waardoor sommige dingen over de schutting gooien worden. Maar wat daar ook... Hoe kan dat over het hoofd worden gezien? Op zich is dat niet nieuw, of is dat pas een recent inzicht dat de toerusting een van de voorwaarden is? Ja, ik denk dat het wel een vrij... Want het is toch vaak het zwart-wit denken van of je doet het zelf, of je dereguleert het of decentraliseert het en dat doet de ander het. Maar vanuit het denken, wat ik dan zorgplicht noem, van ik kan het een ander laten doen, maar ik heb dan ook te zorgen dat er mogelijkheden zijn om het te doen. Zo wordt het vaak niet gezien. En het is ook vaak versterkt door schoolbesturen, koepels die hebben gezegd, wij zijn autonoom, geef ons ruimte, laat ons het maar doen. Dus je hebt toch een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En dat is natuurlijk veel genuanceerder. Ja. En het feit dat er nu dus de beroepsgroep van leraren zich aan het reuren is en zich aan het organiseren is in PNO in actie en inmiddels ook VO in actie, MBO in actie, WO in actie zelfs. Is een soort eerste stap daarnaartoe om beter, misschien wel genuanceerder, zowel beleidsmakers te zeggen, faciliteer ons in die organisatiecapaciteit. En tegelijkertijd is er bijna een soort cultuurverandering misschien wel gaande ook in een beroepsgroep. Ja, dat vind ik wel heel, heel goed. Dat zag je eigenlijk 5 jaar geleden heel langzaam opkomen. Maar ik denk dat dat wel een enorme versneller is. Het betekent gewoon dat het lerarenberoep als beroep, de beroepsuitoefening, sterker wordt. En dat men zelf de organisatie, de bewaking van het niveau, de professionalisering in eigen hand wil hebben. En zich niet, want laten we eerlijk zijn, als je naar die plaatjes kijkt, er zit ook wel eens een betuttelend gehalte in. Mm-hmm. Het is goed bedoeld, maar het is wel vaak vanuit het idee of je hebt helemaal autonomie, of het wordt helemaal voorgeschreven door een kader en een richtlijn en dichtgetimmerd hoe je iets moet doen. Maar de middenweg daarin, en als vanuit leraren dat nu gewoon meer zelf opeisen, dat lijkt mij een hele goede zaak. Ja, ik geloof ook heel erg direct over welke organisatie het ook gaat, binnen de plaatjes die je hebt laten zien, dat iedereen in principe, heeft hetzelfde doel. Het is natuurlijk allemaal goed bedoeld. Iedereen wil gewoon goed onderwijs voor alle kinderen in Nederland. Maar je zei net ook in een bijzin bijna, en je stelde eigenlijk een vraag die je vervolgens niet afmaakte. Je zei, in ons onderzoek staan ook wel een aantal organisaties waarvan wij op basis van het onderzoek misschien wel zouden zeggen, daarbij zou je de vraag kunnen stellen, hebben die wel bestaansrecht in dit bestuurlijke middenkader? Ja. Je hoeft geen namen te noemen, mag wel, hoeft niet. maar zijn er inderdaad organisaties die, waarvan je zegt, die zijn gewoon echt overbodig. Die zouden per definitie gewoon weg kunnen blijven, zodat er en minder regelgeving uiteindelijk in scholen terechtkomt en misschien ook wel geld vrijkomt dat beter kan worden besteed. Of misschien naar salaris van leraren kan, om maar iets te noemen. Ja, zeker. En ik denk dat een heleboel zaken die nu in dat bestuurlijke middenveld worden gedaan. Leerplanontwikkeling, nadenken over hoe ICT in de school kan werken. Denk aan een steunpunt taal en rekenen, hoe je didactiek voor rekenen kan gaan verbeteren. Dat zijn dingen waarvan ik zou vinden dat die thuis horen in de schoolorganisatie. Dat die door de beroepsgroep zelf voor een deel worden uitgevoerd. En dan sluit het ook veel meer aan. Dus eigenlijk zou je in dat schema een verhuizing naar voor jullie rechts willen. Dat een heleboel van ook die mensen die daar werken gewoon weer de scholen ingaan. Want als je ook ziet wie er werken. Ik heb soms wel het idee dat er een mechanisme is in heel veel scholen. Als je als leraar iets extra's doet. Innoveren, lesmateriaal ontwikkelen, slim zijn met de ICT, noem maar op, al die dingen. Dan word je bijna op een gegeven moment bijna een soort weggepromoveerd in de school. Omdat er in de schoolorganisatie soms geen plek is om dat te doen. Het laat het niet toe. Dus dan kom je terecht in die mosselboten tussenin. En daar kun je dan werken, bijvoorbeeld bij het steunpunt aanrekenen of wat dan ook. Daar zitten vaak namelijk ook heel vaak goede ex-leraren. En het vreemde is,
dat je afvraagt, hoe kan het nou dat scholen zo werken dat de mensen met een hoge professionaliteit eigenlijk uit die scholen worden weggepromoveerd en dan aan de rand gaan zitten helpen en dingen af. Kun je daar antwoord op geven? Hoe kan dat? Het is een mechanisme wat heel lang gaande is. Misschien hebben we in onderwijs wel veel te nauw gekeken naar de organisatie. Dat we veel te veel hebben gekeken, daar wordt gewoon lesgegeven. En je ziet ook het werk van leraren bestaat ook uit lesgevende taken en niet lesgevende taken. Wat ik ook altijd een hele erge vind, als over onderwijsorganisatie wordt gesproken over hoeveel overhead er is en niet overhead. En dan sommige taken die je doet in een school, die niet direct met lesgeven te maken hebben, dat is dan overhead. En als je dat in zo'n fijne Excel-sheet zet, dan kun je dat er ook weer uitsnijden, zeg maar. Zo hebben we onderwijsorganisaties met elkaar wel 30 jaar lang bekeken. Misschien als er meer of meerdere ontwikkelperspectieven zouden zijn binnen een schoolorganisatie, dat ook grotere kans zou hebben dat deze mensen binnen de schoolorganisatie zouden kunnen blijven. Ja, precies. Dat het aantrekkelijker blijft dan ook. Ja, en dat zou je binnen een school of binnen wat groter verband van een schoolbestuur kunnen doen. Daar bieden schoolbesturen ook kansen, naar mijn smaak. Dat je een aantal zaken die nu in absurd middenveld worden ontwikkeld en gemaakt, in je schoolorganisatie zelf kunt. En ik weet meteen dat mensen dan gaan zeggen, ja, maar dan versnipper je het ook. Want dan wordt steeds het wiel opnieuw uitgevonden in al die onderwijsinstellingen. Maar als er de houding zou zijn, en die is er nu ook al heel erg in onderwijs, dat onderwijsinstellingen en scholen gaan heel vaak horizontale netwerken aan. Delen. Horizontaal, jargon, maar goed, netwerk om het te delen met elkaar te doen. Ja. Dan kun je zeg maar van onderop een heel netwerk opbouwen, zonder dat het als een soort tussending er zit. Ja. Ja. Je zei net ook, toen je die drie wat onoverzichtelijke plaatjes liet zien, dat er waren een aantal organisaties binnen dat bestuurlijke kader die mogelijk geen bestaansrecht hebben. Je zei ook, er zijn er een paar die zijn absoluut wel nodig. Sectorraad, VO-raad, PO-raad, MBO-raad. Zijn er dingen waarvan je zou kunnen zeggen, en ook overigens voor de vakbonden, en misschien met betrekking tot de sectorraden en tot de werknemersorganisaties, de vakbonden. Wat gaat er goed? Wat gaat er niet goed? Wat zouden ze beter moeten doen? Nou, het eerste wat in mij opkomt is wat ik altijd een beetje taakvervaging noem. Kijk, van vakbonden zou ik verwachten, waar zijn die primair voor? Heel belangrijk om het over de arbeidsvoorwaarden te hebben en daarover te onderhandelen en dat te regelen en te dealen. Maar bijvoorbeeld het ontwikkelen van de beroepsgroep en normerende uitspraken doen over kwaliteit van onderwijs en kwaliteit van lesgeven. Dat is wel een sympathieke taak, maar daarvan moet je bijvoorbeeld afvragen. Dat zou je veel meer leraren zelf zouden dat moeten doen. Voor de sectororganisaties, de brancheorganisaties, is het altijd een enorm spannende vraag. Hoe ver je meegaat in het mee uitvoeren en vormgeven van overheidsbeleid. Daar zie je soms ook verbreding waarvan je denkt, hou het smal, hou je bij je lezen. Kun je een voorbeeld van geven, waar dat niet goed is gegaan of waar ze misschien te veel met overheid meesturen? Dat gaat bijvoorbeeld over programma's van schoolverbetering. Dat je ziet dat zeg maar de last om zwakke scholen beter te krijgen, om het taal- en rekenonderwijs beter te krijgen, dat de sectororganisaties steeds omarmen om een bepaalde organisatie, coördinatie of programma op zich te nemen en dat dan uit te voeren in het veld en ook een convenant, een afspraak met de overheid maken die op afstand is. Van ja, wij zorgen dat in orde komt. Dat is ook een rolvervaging, omdat je er ook voor, ja, ook weer van voor schoolbesturen bent. Ook weer mogelijk misschien met onwenselijke effecten. Ja, en je bent een vereniging van onderwijsbesturen. Vervolgens moet je die besturen gaan sturen. Dat geeft een ingewikkelde verhouding. En de vraag is of dat zo effectief is. Ja. Ik heb nog een aantal vragen, maar ik wil graag ook naar de zaal toe.
Dus in het kader van de tijd een laatste vraag vanuit mij. Je stelt onder andere ook in je blog en misschien ook wel in je advies vanuit dit laatste onderzoek dat je samen met je collega's hebt gedaan, dat deze problematiek kan alleen worden opgelost als onderwijsprofessionals in scholen ook als hele serieuze partner worden bejegend vanuit de overheid. Ik vroeg al net even bij de inleiding, wie gaat er morgen naar de meetup? De nieuwe minister gaat op vrij grote schaal, in ieder geval in eerste instantie nu in gesprek ook met onderwijsprofessionals. Wat zou jij om onderwijsprofessionals als serieuze partner te bejegenen, adviseren aan de nieuwe minister? Wat kan die doen? Vooral wat kan die doen in plaats van met ze gaan praten? Met ze gaan praten, ja. Want praten is om te kennen en gevoel bij te krijgen. Dat is sowieso altijd goed. Ja. Ik zou heel terughoudend zijn in... ik zou eens goed kijken wat de belangrijke onderwerpen zijn die nu op de agenda staan. En dan eigenlijk eens goed naar die plaatjes kijken. En daar eerder terughoudend en zuinig in zijn. En niet meteen denken dat er bij een beleidsonderwerp ook een logo en een organisatie en noem maar op wordt. En ook goed nadenken waarom, vanuit de minister of vanuit het ministerie, waarom tuigen we dit zo op? Tuigen we dit zo op omdat we aan de samenleving, maar vooral ook aan de politiek, moeten laten zien dat er iets gebeurt? Of tuigen we dit op omdat het behulpzaam is voor de onderwijspraktijk? En dat wordt een spannende uitdaging voor de minister, want ik denk als er verstandiger wordt gestuurd, dan zou je inderdaad leraren bijvoorbeeld in zo'n onderwijscoöperatie veel meer moeten geven om zelf te ontwikkelen. Misschien wel veel meer aan onderwijsbestuur en scholen direct om zelf te ontwikkelen. Maar dat betekent dat je niet meteen 1, 2, 3 zoveel zichtbaar hebt om te laten zien wat je in 2, 3 jaar hebt bereikt. Je hebt niet een dashboard voor de Kamer om te laten zien hoeveel functioneringsgesprekken er zijn gevoerd in 2015. Dat hebben we nu wel. Dat is misschien politiek lastig. Dat is politiek lastig en dat weten we. Het is voor mij heel makkelijk vanuit de inhoud om te zeggen dat het niet erg is. Maar ik weet dat het politiek wel erg is en wel lastig is. Maar dan profileer je politiek misschien wat minder. Maar je gaat ook minder over de rug van de onderwijspraktijk. Ja, de nieuwe minister is een oud docent. Hij is al politiek leider geweest. Laten we hem het voordeel van de twijfel geven en hopen dat hij hierin meegaat. Ik wil graag het woord geven aan u. Zijn er mensen in de zaal die een brandende vraag hebben? En zo ja, steek even je hand op. Ja, ik zie Jan eerst. Ik kom even naar je toe. Ik geef de microfoon al even door. Nou, ik heb met veel belangstelling naar uw betoog geluisterd. Ik ben Eva Nijks, ben schoolleider hier in Amsterdam. En wat ik merk is dat ik ga inderdaad misschien waarschijnlijk morgen naar Arie Slob toe. Dan ga ik vooral voor Jan en ik vind het en voor Thijs wat zij bereikt hebben. Maar waar ik heel erg mee zit is ook als ik weer die plaats zie, ik word er een beetje misselijk van als ik heel eerlijk mag zijn. Wie gaat ons ontdoen als onderwijsveld van die overdaad en organisaties? Voor een deel zal het nog wel nodig zijn. Ik vind het heel lastig om dat te beoordelen. Ik krijg zo voor het eind van het jaar allemaal aanvragen van mensen die nog gebruik willen maken van subsidies. Of ik nog een subsidie wil aanvragen, dan willen zij dat wel voor ons komen doen. Wij willen gewoon werk doen op de school. We willen gewoon lesgeven en meer eigenlijk niet. En dat heel, zo goed mogelijk doen. En we merken dat het heel lastig is. Omdat er zoveel partijen bij ons betrokken zijn. Hè. Nu zijn er ook nog gebrek aan leraren. En krijg je ook de vraag voor meer geld en aandacht voor de beroepsgroep. En ik denk wel eens, als ik dat plaatje zie, wie gaat nou zichzelf opheffen? En wie gaat dat nou voor ons doen? Ik denk dat daar namelijk ongelooflijk veel geld mee beschikbaar komt. Wat we dan weer mooi in het onderwijs kunnen steken. En dat gun ik het onderwijs echt van harte op dit moment. Aan mij de vraag wie dat gaat doen. Ja, er klonk geen vraagteken aan het eind, maar wellicht kun je er wel iets over zeggen. Nou, ik zou die vraag zeker herhalen morgen. Het verdient ook wel de moeite om naar deze plaatjes te kijken. En inderdaad te kijken hoeveel... het gaat niet alleen over geld.
Maar ook hoeveel energie besteden we hier aan? Wat we beter aan energie kunnen richten, het zij in lump sum financiering voor het onderwijs. Nou komt er al geld bij, maar dat kan beter. Maar ook capaciteit. Mensen die in die organisaties werken, die zijn misschien wel super welkom bij het komen bij het lerarentekort wat al is, bij het schoolleiderstekort wat gaat komen. Dan krijg je een capaciteitsverschuiving. Maar organisaties zelf, en dat is ook heel, heel begrijpelijk, zullen zeg maar wie schrijft, die blijft. En organisaties zullen zelf natuurlijk altijd een legitimering vinden waarom iets nodig is. Ja, het is een. Dat is dus dat probleem van sturen, wat zo suboptimaal. En van je staat erbij en je kijkt ernaar. Misschien is dat wel aardig om te zeggen. We zijn met deze plaatjes ook, die waren heel geïnteresseerd naar het ministerie van OCW gegaan. Heel geïnteresseerd. En het sloeg hen ook in het gezicht, zeg maar. Ze schrokken er bij ze, dan bedoel ik verschillende ambtenaren, ook zelf van wat dit allemaal teweeg brengt. Maar heel veel mensen hebben op microniveau het idee, je staat erbij en je kijkt ernaar en het systeem ontspint zich zo. Dus ja. Ik zie hier nog twee vragen en achterin nog een vraag. Mevrouw. Nou, misschien een beetje aanhakend, maar ook naar het plaatje. Heeft u gezien in dat plaatje of daar individuele mensen met banen en functies in al die pakketjes zitten? Of zitten daar soms ook mensen in soort spagaatfuncties, zou ik maar even zeggen? En dan nuttige spagaatfuncties. Dus ik neem even mezelf als voorbeeld, als schoolleider binnen het MBO. Maar ik zit ook binnen de MBO-raad en ik zit af en toe ook bij het ministerie. En ik denk dat dat nut heeft. Want dan doe ik namelijk wat u wil dat ik doe. Verbinden en buiten naar binnen en binnen naar buiten. Ja. En wat ik zie is dat er een aantal mensen alleen maar zitten op die ene plek. En die moeten dan naar links en naar rechts en naar boven en naar onder kijken. En dan gaat het zijn doel voorbij. Dus ik ben het helemaal eens dat de helft, of misschien wel 80%, om weer tegemoet te komen, kan weg. Maar vraagt dit ook niet om andere competenties bij de beroepsgroep totaal in het onderwijs? Ja, maar ook de bestuurders. Ja. Nou ja, eigenlijk is het antwoord al gegeven als je dus zelf als schoolleider, bestuurder of als leraar deel uitmaakt van die andere functies. Dan is het ook met elkaar en is de verbinding er. Maar dan heb je er ook invloed op. Dus het is precies die. Alleen, dat is niet altijd zo. Er zijn heel veel leraren, heel veel schoolleiders, heel veel bestuurders die geen deel uitmaken van dat hele verhaal. Dus als dat meer zo is, ja, ik vertaal het, noem het als, dan gaat het de scholen in. Je kunt het ook vertalen als we gaan de scholen uit en dat is om het even. Maar ja, die dubbelfuncties zijn goed. Er is de afgelopen jaren geëxperimenteerd met leraarambtenaren. Dat is wel heel interessant. Dat is echt heel interessant. Mensen die dus half leraar zijn, half ambtenaar. Dat zien we ook in andere onderwijssystemen. In Singapore ben je 4 jaar praktijkonderzoeker, 4 jaar ambtenaar, 4 jaar leraar of schoolleider. En dan wissel je. Hoe interessant is dat? Hier. Ja, goeiedag. Mijn naam is Pieter Hoorda. Ik geef les op een MBO. Ik vond uw plaatjes fascinerend. En wat mij betreft smaken ze nog meer, want ik ben erg benieuwd naar om hoeveel mensen zitten er nou in die plaatjes. Inderdaad, zoals mijn buurvrouw zegt, hoeveel dubbelfuncties zitten erin. En daarnaast ben ik heel nieuwsgierig naar welke geldstromen zitten daarbij en waar gaat, hoe dik zijn die pijlen met geld die waar naartoe gaan? Is dat ook door u onderzocht? Ja, niet allemaal zo precies. Dat er geld naartoe gaat, is dus dat gele. Maar wat je hier heel goed op kan doen, is een soort follow the money onderzoek. En daarbij verdient het misschien ook wel, is het ook wel goed om te wijzen dat het niet altijd over heel veel geld gaat. Maar, en dat is heel krachtig voor sturing, wel om de symboliek en de ja, en dat zoiets er is. Ik bedoel, sommige organisaties zijn ook een halve man en een paardenhoofd, maar wel met een fix logo en een website, zeg maar. Geld. En welke personen daar achter zitten? Nee, zo'n netwerkonderzoek hebben wij niet gedaan. Wij hebben eigenlijk
nou ja, zoals het hier staat afgebeeld, dit zo. Maar wat je, als je hier over tijd naar zou kijken, zul je ook zien dat mensen van een naar het ander gaan. Dat er hier verbindingen zijn. Ja. Maar de dikte van de geldpijlen, nee. Volgende vraag. Achter in de zaal. Ik ben het helemaal met u eens dat professionele autonomie iets is wat je neemt, niet verkrijgt. Dan zou het geen aardig idee zijn als wij als zaal gewoon eens een overzicht maken van al deze partijen. Wat ze voor budget we hebben en hoeveel street cred ze hebben in het onderwijs. En dat is niet van de een op de andere dag gedaan, maar met een poll op Twitter komen we een heel eind, denk ik. Gewoon een vraag, kent u deze partijen? Dan mag je als docent of schoolleider antwoord op geven. En vindt u de functie die ze uitoefenen waardevol? Dan hebben we nou van een aardig beeld. Ja. Is dat geen aardig vervolgonderzoek? Ja, nou ja, kijk, wat je zou kunnen doen, en dat is dat je bijvoorbeeld zegt van nou, als het om rekenen en taal gaat, bij deze organisaties, wat hier allemaal gebeurt, maak je er gebruik van, helpt het je, past het, ja, helpt het in de praktijk, zoiets, hè? En dat je dan een beeld krijgt van waar het heel behulpzaam is en waar niet, of waar het tegenwerkt. En je zou hier ook wat beter kunnen achterhalen waar kaders of regels vandaan komen die in de weg zitten of elkaar tegenzitten. Ja. Maar ik zou daar wel op willen, dat zeg ik ook altijd als het over sturing gaat. Je hebt mensen, dat noem ik altijd zogenaamde opruimers. En dat roept het ook op. Dus ik krijg ontzettend zin om eens even te gaan opruimen hier. En tot een mooi overzichtelijk systeem te komen. En dan moet je ook het antwoord keep on dreaming. Want zo complex is onze samenleving. Hè? Een antwoord is dat je gaat opruimen, dat je daar je energie in steekt. Een ander antwoord is, wat ik eerder zei, is dat je dit als een gegeven ziet, maar vanuit je eigen situatie zegt, op welke boten spring ik, wat gebruik ik en wat laat ik aan me voorbij gaan. Waarbij je dus vooral heel erg die kennis van die wet en regelgeving nodig hebt, zodat je niet bang hoeft te zijn, wat heel vaak mensen wel zijn, ja, maar dat moet toch. Of van ja, dat is verplicht. En ik zeg wel eens, misschien een beetje plat, ik heb het in Amsterdam wel eens op scholen ook gezegd, hoezo als je dit niet doet? Ze komen je niet morgen tegen de muur zetten. Hè? Dus het is ook soms wel eens, ja, om nou niet meteen helemaal de anarchie uit te roepen, maar een verstandige, zelfinvullende omgaan daarmee, dat is misschien nog wel het beste advies, denk ik. Volgende vraag. Ja, mijn naam is Eus van Hoven. Ik ben docent biologie. Ik heb net foto's gemaakt van deze prachtige plaatjes. Ik vind het echt waanzinnig. En ik wou zeggen, vanmiddag is een club docenten in Den Haag geweest om een manifest aan te bieden. Dat dus te weinig geld naar het onderwijs gaat. Hè. Die docenten geven veel te veel lessen. Dus ze hebben een manifest neergelegd. Maximaal 20 lessen per week. En er is onvrede op de werkvloer over waar blijft dat, al dat geld. Want het werd nou net gevraagd, waar is dat geld? Nou, er zijn wel iets ideeën over. Hè. Het budget van OCNW was 15 miljard 20 jaar geleden. En dat is nu, 20 jaar later, bijna 40 miljard. En die docenten op de werkvloer merken er helemaal niks van. Want dan zou je zeggen, daar moet iets van terugkomen. Dus dat blijft allemaal in deze clubs steken. Dat, en om een voorbeeld te noemen, dat zou ik, weet ik niet zeker. Hè? Dat heb ik net nee, al maar gezegd. Bijvoorbeeld Finland wordt altijd genoemd. Daar hebben ze sinds dat de inspectie is afgeschaft, is de intrinsieke motivatie van docenten waanzinnig toegenomen. Het beste land van Europa, dat heeft in 2000 de onderwijsinspectie afgeschaft. En dat is Estland, die staat nou als beste bovenaan. Dus ik denk ook niet dat de oplossing is naar die besturen te kijken. Ik werk zelf in een school. Nou, dat is bijna een compleet ministerie. Daar heb je een afdeling compliance, een afdeling kwaliteitszorg, een afdeling beleid. Die staan hier nog ineens in, die zitten daar rechtsboven. En daar verdwijnt ook heel veel geld van die lump sum. En daarom is het denk ik wel goed dat die Arie Slob eens een keertje kritisch gaat kijken naar die lump sum, of die wel doelmatig besteed wordt. De Rekenkamer heeft gezegd, wij weten niet waar het geld blijft. Edith, een reactie? ja, ik begrijp heel goed. Er zitten wel een paar snelle conclusies in. Een aantal dingen. Misschien even over Finland. Good policies travel badly.
En dat is echt heel belangrijk. Dus wij hebben hier in Nederland een bepaalde historie, een bepaalde bestuurscultuur. Dat gepolder met elkaar, ook om de boel bij elkaar uit te houden, dat is heel typerend voor hier. Over Finland heb ik ook wel eens gezegd, dat is heel lang het categorale gymnasium van Europa geweest. Qua context, qua opgaven, qua leerlingen. En daar zit voor een deel ook de verklaring in waarom het zo goed gaat. Dus het is dus die 1, 2, 3 snelle stap van nou, daar gaat het zo. Dus bijvoorbeeld hebben we hier geen inspectie nodig. Dat zou ik niet 1, 2, 3 beamen. Ik denk toch al, als ik het zo hoor, en wat me vooral raakt, is uw laatste punt van onze eigen onderwijsorganisatie lijkt wel een ministerie. Daarvan denk ik ook, doe er wat aan. Ter plekke, met elkaar, doe er wat aan met je bestuurders, met je directies, met je leraren. Pak dat boekje van die regels erbij. Want het hoeft allemaal niet zo op die manier. En op zijn minst is het belangrijk dat u er niet zo over spreekt, maar dat u er deelgenoot van bent. En dat gebeurt echt op school. Daar kan Arie Slob de komende 4 jaar ook niet veel aan doen. Volgende vraag. Ja, mijn naam is Tom Bruining. Ik ben directeur-bestuurder van een van die kennelijk vermaledijde organisaties die op die sheets staan. Oh ja? Overigens, de centrale verwarming monteur van de onderwijscoöperatie staat er niet op. En dat is een beetje de verhouding tussen ons en de SLO. Hè. Er is een vraag van het SLO en die als marktpartij vullen we die gewoon in. Ik zou willen zeggen, laat de markt zijn werk doen. Hè. Dus de KPC-groep is volledig marktgedreven nu. Hè. We deden wat de onderwijscoöperatie en andere partijen doen. En zijn nu veel kleiner geworden en acteren naar vragen van klanten. Dus van bestuurders of van onderwijsteams of van schoolteams, dus dat is wat we doen. Ik zou zeggen, laat de markt de werk doen. Maar mijn reflectie zou ook zijn, zoals Alexander Poetin eigenlijk de tsaar van de huidige tijd is, krijgen wij in ons polderland niet precies wat wij zijn. Hè? Dus je ziet hier, zou je kunnen zeggen, de representatie van de Nederlandse cultuur. Ik zou nog één ander ding willen maken met betrekking tot die professionele ruimte die voorbij kwam. Ik ben van origine organisatiefilosoof en ik heb me ernstig verbaasd toen het ging over die professionele ruimte, dat het ontzettend juridificerend werd gebracht. Hè, leraar zijn is een moreel beroep. School zijn is dat we met elkaar iets doen aan de waarden en normen in ons land. En wat we zagen in die discussie over die professionele ruimte, is dat met regels heel juridificerend werd ingekleurd. Ik heb me daar ernstig over verbaasd. Dus ik zou zeggen, als het gaat om autonomie, moraliseren in plaats van juridificeren. Als ik mag samenvatten, laat de markt het werk doen en we krijgen eigenlijk misschien wel de onderwijspolder die past bij onze cultuur. Misschien zou je daar iets over kunnen zeggen, of je daarmee eens bent of niet. En het tweede, de juridificering van professionele autonomie, of dat we daar misschien te veel vanuit dat perspectief naar kijken. Misschien zou je daar ook iets over kunnen zeggen. Ja. Of je daarmee eens bent of niet? Ja, nou, dat marktwerking vind ik heel moeilijk te begrijpen. Want onderwijs is een publieke taak. Het is een van de, zelfs in de hoe, zeg maar, dat is een kern van verantwoordelijkheid van de overheid. Dus marktwerking moet ik altijd heel goed over nadenken. Waar gaat dat over? Ik vind marktwerking lijkt mij om een heleboel redenen, en er gaat ook om marktwerking waartussen, niet een goed idee in het onderwijs, omdat onderwijs nooit een echte markt kan zijn. Ja, precies. Dus dat is vertaal ik dan meer in mijn hoofd dat doordat het zo werkt, dat scholen zelf het budget en de vraag hebben en zelf een organisatie kunnen kiezen zoals het KPC of andere onderwijs, dan krijg je ook veel sneller de hulp en de vraag die zin hebben, omdat je zelf daar invloed op hebt. Ja. Ja, goed, dat is een interessante. Aan de andere kant blijf je toch ook zien dat ook die
organisaties die volgens de markt werken, toch heel ook vaak de agenda van de overheid volgen. Dat zie je alleen aan de woorden en de taal die wordt gebruikt. Neem bijvoorbeeld het woord opbrengstgericht werken, wat door Nederland is geraasd, zeg maar. En niet om het weg te zetten als onzin, hè, want het was waarschijnlijk een heel belangrijk perspectief op dat moment. Maar en dan zie je die marktgerichte organisaties er ook allemaal in meegaan. Dus ik ontkom toch niet aan de indruk dat het een veld is met instituties die allemaal ook heel erg hetzelfde doen, waardoor er voor scholen soms weinig ook te kiezen valt, ook aan invalshoeken en aan dienstverlening en hulp. En dat zie ik dus ook niet altijd zo scherp. Dus ja, die zuivere marktwerking en die helende werking daarvan, ik zie dat niet zo. Maar dat er wat meer vraaggericht gewerkt kan worden, dat begrijp ik. Dat is nog wat anders dan dat zo'n organisatie echt wat afstuurt. En de juridisering van de professionele ruimte. Ja, ik denk wat ik heb gezegd over regels zegt daar voldoende over. Inderdaad, leraar zijn is een professie waarbij je de hele dag, dag in dag uit, we zeggen ook wel eens een frontlinie professionals, weer een oorlogsterm, in de frontlinie besluiten moet nemen. Elke 3 minuten over een leerling, over een ouder, over wat dan ook. Zo'n beroep is het waarbij je voortdurend normatief inhoudelijk moet kiezen. En dat, zo moet je het beroep omschrijven. Dus professionele autonomie gaat ook over de ruimte en zelf de capaciteit hebben en ook zelf de normen en waarden expliciteren op grond van waar je dat doet. Dat is iets anders dan inderdaad regels over uren of condities of wat dan ook. Ja. Maar moeilijker, hè? Het is makkelijker om over werktijd te praten dan over normatief inhoudelijke keuze in onderwijs. Voordat we zijn zo goed als door de tijd heen, voordat we aan de derde helft beginnen aan de bar. Er zijn vast nog mensen met brandende vragen die mogelijk bestoken aan de bar. Mensen nog een laatste ding die ze willen vragen. Heb ik nog een laatste vraag? Dat kwam een beetje tijdens de avond op en raakt ook een beetje al wat ik eerder vroeg met betrekking tot de beroepsgroep van leraren. Zou het een goed idee zijn, of misschien wel helemaal niet, want misschien horen die twee dingen wel bij elkaar, als de vakbonden die nu in de onderwijscorporatie verenigd zijn, in ieder geval de grootste vakbonden, onderwijsvakbonden, als die zich meer op een wat klassiekere vakbondstaak richten als secundaire arbeidsvoorwaarden en de lobby daarvoor, waar ze ook jarenlang ervaring mee hebben en voor zijn toegerust. En dat er misschien een beroepsvereniging komt die veel meer inhoudelijk gericht is en waarin vervolgens een vertegenwoordiger van leraren echt opkomt. Zou dat een mogelijke oplossing kunnen zijn voor dat conflict? Of horen die twee juist heel erg bij elkaar? De inhoud van het onderwijs en ook de secundaire arbeidsvoorwaarden, ja. Arbeidsomstandigheden. Ja. Nou, ten eerste horen die twee zeker bij elkaar. Dus is dat wat ik eerder al zei. Je kunt geen fatsoenlijk beleid of arbeidsvoorwaarden of wat dan ook maken als je niet heel goed weet wat er gebeurt in de praktijk. Dus dat is absoluut een ding en belangrijk voor de vakbonden. Ik denk dat dat wat zich nu voltrekt, dat de meest ideale situatie zou zijn, dat de beroepsgroep zelf, leraren, zelf ook hun eigen organisatie hebben en zelf direct vertegenwoordigd zijn en meedoen in dat hele verhaal. Naast de vakbonden? Naast de vakbonden. Het punt is natuurlijk, de realiteit is natuurlijk dat het zo zou kunnen zijn dat de bonden dat ook wel als een lichte bedreiging zien. En het is jammer als de zelforganisatie van leraren, wat er eigenlijk ook de kern van het vakbondsgedachtegoed is, als een bedreiging wordt gezien. Wat ook wel begrijpelijk is, omdat de vakbonden op dit moment ook aan legitimiteit, draagvlak en letterlijk aan lidmaatschap verliezen. Dus het is goed voorstelbaar dat het mechanisme eronder zit. Op lange termijn lijkt de verstandigste weg in mijn ogen toch dat die beroepsgroep sterk wordt. Want dat is voor het onderwijs heel hard nodig. Leraren zijn vergeleken met andere beroepsgroepen, verpleegkundigen, een heleboel andere beroepsgroepen, helemaal niet zo'n sterk inhoudelijk normatief georganiseerde beroepsgroep. En daar moet ruim baan voor zijn. Nodig, ja. Wordt vervolgd, zou ik zeggen. Mag ik voor nu je ontzettend bedanken voor deze bijdrage vanavond. Dankjewel. Mag ik jullie heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid en aandacht en goede vragen. Wellicht zien we elkaar nog even
in de derde helft aan de bar. Zo niet, dan hopelijk tot een volgende keer. En voor degenen die morgen naar de minister gaan, heel veel plezier. Dank en tot de volgende keer.